een beetje wat je kan verwachten als je dus zo'n monitorarm installeert van Amazon Basics. Wat het verschil een beetje kan wezen. Nou moet ik eerlijk toezeggen, mijn cable management is echt waardeloos. Zoals je kan zien op de video's. Ik zal het nog even opnieuw afspelen. Kabels overal natuurlijk nog steeds onder het bureau. Boven het bureau zie je er wat minder van. Dus het ziet er van bovenaf wat beter uit. Maar als je onderkijkt, dan schrik je wel een beetje dood. Maar weet je, dat was op zich niet het belang voor mij om dit te installeren. Om niet de kabels te laten zien. Maar het was meer om gewoon meer ruimte op mijn bureau te hebben. Want het scheelt toch weer twee monitor stands in principe. En het geheel was echt super makkelijk in elkaar te zetten. En gewoon hartstikke vanzelfsprekend volgens de handleiding die je bij krijgt. En ik heb verder ook nog even een aantal tips voor jullie wat je misschien even rekening mee moet houden als je bezig bent met deze monitorsteun. De eerste is, je hebt hulp nodig sowieso om de monitor op de stand te krijgen. Want uiteindelijk wat je als eerst doet is, je schroeft zeg maar zo'n face mount op de achterkant van je scherm. En er zit zo'n slide mechanisme in. Alleen op de monitorarm zelf heb je zo'n release clip, zeg maar, die normaal naar voren staat. Al dus als je probeert dat ding op te hangen terwijl je aan je bureau zit, kan je dat niet doen. Tenzij je heel goed druk tegenaan kan zetten om het naar achteren te wippen en dan erin te sliden. Maar ik heb zelf gemerkt, je hebt even iemand extra nodig die even dat clipje naar achter duwt, waardoor je gewoon simpelweg dat ding erop kan sliden. Dat is even je dingetje in de gaten houden als je hiermee bezig gaat. Een tweede ding wat ik een beetje gemerkt heb is dat de hoek van de schermen op 27 inch niet heel erg veel van elkaar uit zit. Ik heb liever zeg maar een hoek van dit. Alleen met deze monitorstand is dat je een hoek van dit meer krijgt. Oftewel, die hier, als je hier wat probeert te kijken, is het net wat moeilijker om het te lezen. En kan je bijvoorbeeld last hebben van lichte reflectie erop. Als je bijvoorbeeld een 25 inch scherm hebt of minder, zul je wat minder last daarvan hebben. En heb je waarschijnlijk gewoon wel de speling, zeg maar, tussen de ruimte om het alsnog die hoek te maken. Wat ik een beetje gedaan heb, is uiteindelijk zeg maar mijn scherm zo gezet. Dus uiteindelijk natuurlijk, je scherm heeft een beetje zwarte bezels, dus zwarte randjes om het scherm heen, waar je toch sowieso niks op ziet. Dus wat ik gedaan heb, is dat zwarte bezel heb ik dus achter mijn andere scherm gezet, zodat ik toch nog een klein beetje een scherpere hoek kan hebben, om het beter te zien. Dat is een beetje hoe ik het gedaan heb. Maar ja, misschien per scherm ook natuurlijk weer anders. De ene 27 inch is de andere niet. En de derde tip wat ik mee wil geven is, bewaar die inbussleutels goed als je trouwens geen gereedschapskist hebt of iets dergelijke. Want die inbussleutels heb je nodig dus om je monitors van hoogte te veranderen. Ook van hoek trouwens. Als je bijvoorbeeld een voren of achter wil kantelen, kan je dat alleen doen met die inbussleutels en die schroefjes los te draaien. Want ze moeten natuurlijk wel op hun plek blijven. Dus bewaar de dingen goed als je geen gereedschapskist hebt. Voor de rest, het samenstellen van het geheel en het in elkaar zetten was gewoon super gemakkelijk. Het duurt wel eventjes, omdat natuurlijk, het is de eerste keer voor mij dat ik zoiets maak. Dus het duurde voor mij wel eventjes iets van een uurtje voordat ik het echt helemaal voor elkaar had. Maar uiteindelijk de handleiding volgen en er kan niks gebeuren. Het is echt super makkelijk. En ik kan het zeker aanraden voor mensen die toch wat meer ruimte op hun bureau willen hebben en wat meer aan cable management willen doen. Want daarachter hebben ze trouwens ook van die hele handige clipjes. Van die plastic clipjes, die kun je om me heen doen. En dan kun je dus kabel in routen, wat ook super handig is. En ik vind dat je best wel veel kwaliteit krijgt voor je prijs. Maar al in al zeg ik zelf, is het waard of is het niet waard? Ik zeg absoluut, het is waard. Het is maar 30 euro, het is niet bankbrekend. Je hebt best wel een mooie setup, mooi wat ruimte op je bureau voor je spulletjes. Dus dat betreft, ik vind het echt een super goede aanschaf en ik ben er super blij mee. Natuurlijk, de monitors van 27 inch raad ik er wat minder aan. Heb je kleinere schermen, echt, dan kan je er gewoon niet op misgaan. Ik weet het zeker. En ja, dat is eigenlijk wel mijn oordeel. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie allemaal weer terug in de volgende video van Pakkify. En natuurlijk like als je het leuk vindt, hè. Niet te vergeten.